De eerste, de beste. Hij ligt vastgeketend op de rails van een achtbaan. In afwachting van het treintje dat straks met de noodgang op hem af zal denderen. Vanaf het moment dat het treintje het hoogste punt heeft bereikt, heeft André hooguit 30 seconden om zichzelf te bevrijden. Het probleem is dat het regent en de kettingen glibberig zijn geworden. Daardoor wordt het voor André heel lastig om grip te krijgen. Wanhopig worstelt hij terwijl hij de dood dichterbij ziet komen. 80 km per uur gaat hij daar in de looping. Het is misschien nog hoger, 12 seconden. Joe zit nog vast met zijn armen daar. De kurkentrekker, van daaraf was het nog 9 seconden. Zou hij het houden? Zou hij niet? Verkeerd, het is zo glad hier op die baan. Joe, kom op! De laatste 8 seconden. Nog één keer door die kurkentrekker. En daar komt die trein aan. De laatste bocht. Daar vlak achter met Joe. Kom op, de laatste seconde. Joe, hij komt eraan. Joe! Ben ik boven of beneden? Wat me ook opviel was dat je daar echt ongeveer een minuut lang helemaal uitgeteld lag, hè, op die grond. Dat was echt die ontlading van die spanning. Ja, dan is er wel waarschijnlijk een beetje geknipt geweest, maar het klopt. Ik heb daar een minuut gelegen. Ik kon gewoon niet recht staan, want ik stond te beven op mijn benen. Het ging niet meer. Ja. Echt een stuk emotie komt er dan los. Ja. Hoeveel seconden zat er nou tussen die ontsnapping en het feit dat het karretje zeg maar aankwam stormen? Het laatste lichaamsdeel van mij dat er van de buis was en het karretje, dat was 3/10 van een seconde. Maar man, dan waag je toch echt je leven. Dat is ongelooflijk. Waar ben je mee bezig dan, vraag ik me af. Ja, ik heb het mij ook afgevraagd nadat ik de beelden zag. Want ik zat ook op het uiterste topje van mijn stoel te kijken. Ik wist dat het gelukt was, want ik zat te kijken naar die beelden. Maar ik zou het dus echt nooit meer doen ook. Ik zeg, het zijn speciale stunts natuurlijk. En dat doe je maar één keer. Hè. Dus die beelden moeten bewaard blijven. En gelukkig zijn de beelden bewaard gebleven en kunnen we ze u nog één keer laten zien. Nog één keer door die kurkentrekker en daar komt die trein aan, de laatste bocht. Ja, vlak achter met Joe, kom op, de laatste seconde. Joe, hij komt eraan. Joe!